500 euro game PC. Is dat überhaupt wel mogelijk? Ik heb mijn best voor je gedaan en dit is wat ik zou aanraden. Heb je net je nieuwe PC gebouwd en blijft Windows maar piepen over dat die geactiveerd moet worden? Dat kan heel makkelijk gefixt worden. Via sdkey.com kun je voor een prikkie een key scoren om jouw Windows te activeren. Gooi de gewenste versie in je winkelwagen, vul nog even code VPTT in voor extra korting, even afrekenen en binnen 5 minuten heb jij een key om je Windows mee te activeren. Plak deze dus in je Windows instellingen, klik op activeren en hoppatee, Windows is geactiveerd. Check de link onder deze video en vergeet natuurlijk die code VPTT niet voor extra korting op je aankoop. Yo en what's up, Marco van TechTime hier. Leuk dat je kijkt deze video en een 500 euro game PC om het nieuwe jaar in te gaan. Het is eigenlijk wel een uitdaging geweest, maar het is uiteindelijk wel soort van gelukt. Laten we snel gaan beginnen. Ik ben trouwens bekend met de video die Tommy Boy online heeft gezet voor een 500 euro game PC die je kan kopen op Marktplaats. Dat is natuurlijk hartstikke leuk en voor dit budget toch de beste deal. Als je toch zoiets hebt van joh, ik wil toch nieuwere hardware hebben en toch de zekerheid hebben dat alles ook wel lekker werkt. Dan snap ik dat je ook wil gaan kijken naar de eerstehands markt, maar toch... Tweedehands markt voor dit budget is toch net even wat interessanter. En als je deze onderdelen wilt gaan bestellen, dan kan dat natuurlijk ook. De link staat natuurlijk in de beschrijving. En ik zou het heel erg tof vinden als je vanaf daar ook bestelt. Het zijn namelijk affiliate linkjes. Kost jou niks extra's. Steun je het kanaal toch weer mee, zodat we nieuwe video's kunnen gaan maken. Oké, folks, we gaan beginnen. We starten maar eerst even met de processor. En deze processor is eigenlijk al wel wat ouder. Maar is eigenlijk op zich nog wel decent voor een leuke budget instap game PC. Ik heb het hier dus over de AMD Ryzen 5 4500. En het is een CPU die eigenlijk te vergelijken is met de AMD Ryzen 5 3600. Grote verschil is, de Ryzen 5 4500 kost een kleine 70 à 75 euro. Voor een instap game PC is dit een prima CPU'tje. Het liefst had ik een snellere Ryzen 5 5500 gedaan. Maar weet je, het budget is niet heel erg groot. Ik denk dat als je zelf een hele leuke instap game PC wil hebben, is de Ryzen 5 4500 toch nog een decent optie. En wordt stand ook nog eens geleverd met een processorkoeler. Mocht je later budget hebben om een CPU upgrade te gaan doen, raad ik je aan om bijvoorbeeld de AMD Ryzen 5 5600 te nemen. Of is je budget nog groter? Kies dan de Ryzen 7 5800X3D. Het moederbord is natuurlijk ook een onderdeel die je moet gaan hebben. En ik raad je hiervoor aan om niet al te veel ervoor te gaan uitgeven. RGB is leuk of allemaal leuke gaming functies. Hartstikke top natuurlijk. Heb je niks aan met dit budget. Dat gaat gewoon niet lukken. Maar alsnog zou ik kijken naar een leuk moederbord. Alleen, dat gaan we het wel doen met de A520 chipset. Dit is de ASRock A520MHVS en dit is voor deze PC een prima moederbord. Het is een van de goedkoopste moederborden die je kan vinden, die deze processor ook ondersteunt. Genoeg aansluiting aan de achterkant en je kan ook nog eens een M.2 SSD in kwijt. Alleen je moet het wel doen met twee geheugensloten. Dus wil je later je geheugen gaan upgraden, dat wordt wel even een dingetje. Je moet je kitje gaan aanpassen. We kunnen er even mee vooruit. Overklokken kan alleen weer niet, maar... ik verwacht ook niet dat je dat zo snel zal doen. Natuurlijk moeten we ook even kijken naar voldoende geheugen voor deze PC. Ik snap, een geheugenbank met extra RGB-flipper is natuurlijk hartstikke top. Maar daar hebben we het budget er gewoon niet voor. Voor deze PC is 16 GB RAM echt wel wat je wil gaan hebben. En G-Skill heeft hiervoor de Aegis Kit. De G-Skill Aegis F4 heeft maar liefst 2x 8 GB DDR4 3200C16. Maar 16 GB RAM voor deze PC is absoluut handig om te hebben. Dus steken we dat ook gewoon in. En op dit moment is dat voor een kleine 38 euro te vinden. De verwachting is wel dat het gaat stijgen de komende tijd. Dus als je nog op zoek bent naar geheugen, wacht er niet te lang. Dit kitje pleuren we erin. 16 GB RAM. Natuurlijk willen we ook kijken naar voldoende opslag. En het valt mij ook al sowieso op dat games ook steeds groter en groter worden. Ja, je kan dan kijken naar een 500 GB SSD. Maar ik zit er toch een beetje mee. Fortnite is al pittig groot. Nou, je hebt natuurlijk Grand Theft Auto 5, wat ook al best wel groot is. Ja, dan zit je SSD toch best wel snel vol. Dus we moeten even kijken naar een 1 terabyte SSD voor een niet al te hoge prijs. Dit is een hele interessante. Dit is de Lexar NM710 van 1 terabyte. En het is gewoon een hele prima SSD. Het levert goede prestaties, is niet heel erg duur. Alleen qua onderdelen, ja, het is niet zo heel bekend wat er al in zit. Maar voor de rest, een 1 terabyte SSD met deze PC. Ik vind het hartstikke top. Start jij lekker je games even snel op. Scheelt wel even wat met je laadtijden. Natuurlijk wil je ook kijken naar een goede voeding. En
Ja, dingen zijn nog redelijk duur vergeleken met de afgelopen jaren. Maar ik heb toch even gekeken wat er is. Dit is de Be Quiet System Power 10 van 450 watt. Voor deze PC is 450 watt voeding toch wel meer dan voldoende. Ik kan natuurlijk ook kiezen om eventueel nog iets krachtigers te nemen. Zoals als ik even hier nu gewoon even live kijk. Nou, voor een tientje meer heb je dus bijvoorbeeld 550 watt. Maar voor nu, 450 watt voor deze PC is voldoende. En je kan later eventueel ook nog een andere videokaart erbij doen als je dat wilt. En ik zeg altijd zo, behuizing is altijd een persoonlijke keuze. Misschien wil je er eentje hebben met heel veel RGB-verlichting, of moet die zo stil mogelijk zijn, of wil je gewoon een heel andere soort behuizing hebben. Ik ga hier voor de Deepcool Matrex 403FS. Ja, en dit is op zich wel een heel leuk kastje. Je hebt 3 case fans tot je beschikking, die ook zorgen voor een extra airflow, dat jouw onderdelen ook heel erg leuk gaan vinden. Een beetje airflow is wel wat je wilt tegenwoordig, dus heel chill dat dat erbij zit. De fans van deze PC zijn wel zwaar verlicht, je kan ze alleen niet aansturen. Is dat voor jou een probleem? Dan wordt het wel een uitdaging. Deze fans kun je namelijk niet aansturen met bijvoorbeeld de software van jouw moederbord of eventueel met een speciale knop op deze PC-kast. Maakt het voor jou toch niks uit? Hartstikke top. Heb je toch alsnog leuke verlichting in deze PC. Dit kastje is ook nog eens gemaakt voor micro ATX moederborden. Dus het is nog eens een compacter kastje. Kan je makkelijker wegwerken op je setup. Het doet gewoon wat het moet doen. Ja, en dan is natuurlijk ook de vraag. Wat gaan we nou doen als videokaart? Je kan er natuurlijk voor kiezen om een gloednieuwe videokaart te gaan nemen. Maar als je toch op lekkere settings wil gaan gamen. Kijk dan naar de tweedehandsmarkt. Geloof me. Voor dit budget is een tweedehands videokaart het zoveel meer waard. Ik kijk voor de gein even bij Tweakers Vraag en Aanbod. En ik zie bijvoorbeeld al een GTX 1070 voor 100 euro aangeboden worden. Dat is een hele goede deal. Dat is gewoon een hele leuke videokaart voor deze PC. Of bijvoorbeeld de RTX 2060 voor 150 euro. Dat past alle twee ook prima in het budget. Als je dus ook raytracing performance wil gaan hebben, dan kan dat hier ook gewoon mee. Wil je toch een gloednieuwe videokaart hebben? Voor dit budget kom je al vrij snel uit bij een AMD Radeon RX 6500 XT. Ook al is dat op zich best wel een prima videokaartje om een beetje mee te kunnen gaan gamen. Een GTX 1070 is bijna 2 keer zo snel voor dezelfde prijs. Dus doe je portemonnee een lol. Kijk naar een tweedehands videokaart. Marktplaats is een leuke site. Tweakers is ook een leuke site. Kom je echt wel een heel eind mee vooruit. Tweedehandsmarkt is voor dit budget echt wel de beste optie. En als je deze onderdelen allemaal dus bij elkaar hebt, heb je toch nog een leuke PC voor zo'n 500 euro. Heb je iets aan deze video gehad? Dan vind ik dat heel erg leuk om dat te lezen in de reactie hier beneden. En wil je meer van zulke video's zien? Geef deze video even een duimpje omhoog. En zorg ook voor dat je geabonneerd bent op dit kanaal. Jongens, mijn naam is Marco. Tof dat je erbij was. Ik zie je heel graag bij de volgende.